Kom op, dames. Sorry, jongens, kan iemand mij opnieuw goedkeuren, alsjeblieft? Ja, nu staat hij goed. Ah, even wat startproblemen. Even niet goed opgelet hoe mijn beeld precies stond. En ik dacht van nou, het is goed. Maar stond een beetje schuin. Nou, nu sta ik gelukkig wel goed. Dus we gaan heel even wachten tot er nog wat meer mensen zijn. En dan gaan we eens even kijken van nou hoe we dit lijstje in elkaar gaan zetten. Ik ben heel benieuwd of er ook mensen zijn die het pakket hebben aangeschaft en gelijk meedoen. Dat zou natuurlijk wel hartstikke leuk zijn. Nou, dan moet ik daar even zeg maar rekening mee houden dat dat ik niet heel snel ga. Dus. Hi Ria, leuk dat je kijkt. Ga eens even. Nog heel even wachten. Nog wat meer mensen zijn. En dan ga ik jullie eens even laten zien hoe we deze in elkaar zetten. Kijk, ik hoop dat. Nou, ik heb een nieuw lampje. Eens even kijken. Hallo Marlies, leuk dat je er bent. Eens even kijken, maar ik denk dat het licht wel goed is. En ik ben heel benieuwd of jullie mij ook goed horen. Want ja, ik hoor verder natuurlijk niks, want anders krijg je zo'n leuke echo. Zijn er al dames die nu meekijken, die live meedoen met mij? Of gaan jullie het achteraf doen? Ook natuurlijk mogelijk. Het filmpje blijft altijd op de Facebookpagina staan. En Sandra die plaatst hem ook op YouTube. Dus je kan hem altijd nakijken. Ah, dank jullie wel Marlies en Ria. Hartstikke fijn dat het geluid en het beeld goed is. Ah, leuk Marlies. Ja, je kan het ook altijd achteraf maken. Dus dat is het fijne van deze lives. Dan kan je het gewoon in je eigen tempo doen. Ja, precies, Ria. En dan kan je het nog eens terugkijken. En dan kan je het ook stopzetten.
als dat nodig mocht zijn. Ik vind dat zelf eerlijk gezegd ook altijd veel prettiger. Nou, dan even kijken. Dan ga ik maar gewoon beginnen. Nou, ik ga jullie laten zien hoe ik dit lijstje gemaakt heb. Dit zijn, de plaatjes zijn van de Studio Light Beautiful, ja, Beauty of Fall. En het grappige is dat je hoeft ze niet uit te... hey, hallo Ellie, hallo Ria. Het leuke is dat je ze niet hoeft uit te knippen. Dus knip je wat moeilijk. Ik heb altijd best wel wat problemen met knippen in verband met mijn handen. Ja, die plaatjes die kan je er gewoon uitdrukken. Dus dat is het makkelijkste. En nou, ik ga jullie voornamelijk vanavond laten zien van nou, hoe je nou dit, die omlijsting maakt. En het leuke is, als je eenmaal weet hoe het moet, dan, ja, dan kan je ze eigenlijk in allerlei maten maken. Het is niet zo heel moeilijk. En ik ga jullie laten zien hoe je de lichtjes erin maakt. Alleen, nou is mijn batterij op, zag ik. Ik ben de batterij vergeten uit te zetten. Maar die lichtjes die zitten dus hieronder. En aan de achterkant, zoals jullie zien, zit dan hier het batterijtje in een klein... hey, hallo Nel. In een klein soort ja, pocketje, zeg maar. Dus dat je hem in ieder geval niet los hebt, hebt liggen. Een standaardje erachter. Nou, oké, dan gaan we beginnen. Even kijken hoor. Ik ga even de spullen pakken. We gaan beginnen met rillen. Even kijken. Wat ik altijd doe, want ik ben zo'n klunz. Ik haal altijd even het snijmesje eruit. Want ik ben altijd degene die in plaats van rilt altijd snijdt. Kijk hoor, hoe ik eruit krijg. Als het goed is, is dat heel makkelijk te doen. Maar dan zal je altijd zien, dan lukt het nu weer niet als je live bent. Ja, hij is eruit. Dus dan heb ik alleen het rilmesje. Nou, dan begin je eigenlijk met het A4'tje. Nou, als je het pakket hebt, dan zit er een A4'tje van Kraft in. En daar gaan we het lijstje van maken. Nou, we gebruiken heel het A4'tje. En we beginnen aan alle vier de kanten. Gaan we rillen op 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter en 4 centimeter. Dus heel moeilijk is het niet. Het is ook makkelijk te onthouden. Zo. En dan moeten we deze nog op 4. Dus dan draai ik hem altijd even om. Want dan heb je de grote kant weer aan deze kant. Zo. Zo ga je even alle kanten doen. Ik weet niet of jullie het zo goed zien. Nou, het is in ieder geval lekker herfst weer om hiermee aan de slag te gaan. Het is hier afwisselend zo zulk raar weer. Dan regent het weer, dan schijnt de zon weer, dan waait het weer hard. Het is allemaal echt van het herfst weer. Ik vind de herfst altijd een heel mooi seizoen. Alleen dat wisselvallige weer, het regent en vroeger toen de kinderen klein waren... Dan was het altijd de hele ochtend droog. En op het moment dat je die kinderen uit school moest halen, dan begon het te regenen. En nu eigenlijk een beetje hetzelfde. Op het moment dat het droog is, dan wil ik altijd met de honden lekker lopen. En, maar zodra er maar een spatje regen valt, dan willen ze gewoon niet meer. Want ja, mijn honden, tenminste mijn hond, ik heb 1 hond en 1 logé momenteel. Die houden echt absoluut niet van regen. Dus ik geef ze geen ongelijk. En zodra het regent en ik wil naar buiten, dan staan ze in de gang. Staan ze al op de rem. Die ene die wil nog wel naar buiten, die logé. Maar mijn eigen hond, die heeft zoiets van... die gaat gewoon pontificaal in de gang liggen. En die heeft er gewoon geen zin meer in. Hey Freddy, leuk dat je kijkt. Nou, we zijn nog niet zo ver op weg. Ik heb het A4'tje gepakt. En oh, deze is iets wat scheef.
A4'tje gepakt. En ik ben nu alle kanten zeg maar aan het rillen op 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter en 4 centimeter. Dus heel spannend is het nog niet. Oh, ik heb alle kanten al gedaan. Oké, dan gaan we het rilbord even weg. Nou, zoals je ziet, kijk, je ziet ze wel. Maar het is nog wat onduidelijk. Wat ik altijd doe is, want we gaan straks wat knippen. Want je moet uiteindelijk toch dat lijstje gaan maken. Wat ik altijd doe is dat ik eerst even ga vouwen. En dan gebruik ik ook even die, dat vouwbeen voor. Om even mooie scherpe randjes te krijgen. Oké. Dan ga ik even met alle vier de kanten doen. Want dan kan je straks gewoon, kan je ze gewoon wat duidelijker zien. En ja, vooral bij dat lichte papier is het allemaal zo onduidelijk waar zo'n riellijntje zit. Even kijken hoor. Soms is het een beetje voelen. Ja, en dit is het. Even een werk, zo'n lijstje in elkaar zetten. Maar ja, weet je, als je eenmaal weet hoe het werkt, dan is het super leuk om het zelf, om het gewoon zelf te doen. En ja, het leuke is dat je, ja, zeg maar nogmaals, ja, als je eenmaal de basis weet, dat je gewoon alle maten kan maken. Kijk hoor. Zo. Ja. Hoe zwaar is mijn kraft? Ah, deze is denk ik 160 gram. Het moet niet strak zijn. Deze is van Joy Crafts. En ik dacht dat dat 160 gram was uit mijn hoofd. Of 200 gram. Maar misschien kan een van de dames dat even voor mij nakijken. Hoe zwaar deze is. Het moet natuurlijk nog wel, als je te dik neemt, dan krijg je ze niet goed gevouwen meer. Dus, en dat is dan ook weer zonde. Kijken. Zo. Graag gedaan, Ria. Even kijken. Zo. Nou. Oké. Nou, ingevouwen. Kijk, nou zie je dat gewoon die lijnen zijn nu wat duidelijker. Nou, dan ga ik uiteraard even wat tekenen. En ik ga even met potlood doen. Zodat ik jullie een beetje kan laten zien van wat nou de bedoeling is. Wat er uitgeknipt moet worden. Nou, we beginnen even met de korte kant. Een potlood erbij pakken. Nou, de korte kant gaan we tot de 3 centimeter rand. Zeg maar, trek even een lijntje, zodat jullie straks duidelijk kunnen zien wat we eraf gaan halen. Dus zeg maar het 1, 2, derde lijntje. Ga je even een recht lijntje tekenen. Vervolgens wil ik dit flapje, dus deze wil ik bewaren. Want dat flapje heb ik straks nodig om het te bevestigen. Ik ga even kijken, want ik zit een beetje uit beeld. Dus. Zo. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. En deze. En dan deze. Deze, dit wordt straks een flapje wat ik wil bewaren. Nou, dan ga ik vervolgens naar de lange kant. En dan ga ik vanaf hier, ga ik even een centimeter aftekenen. Want hier gaat een schuin stuk af. Dus ik ga hier een stip zetten op een centimeter. En hier ook. Of deze is eigenlijk voldoende.
Zo. Oké, en dan ga ik van dit hoekje. Ik ben uit beeld, hè? Altijd moeilijk. Ja, het ligt buiten beeld. Ik zie het. Het is altijd moeilijk om te kijken. Ik kan net, zeg maar, op mijn camera kijken als ik hier zo zit. Oké, even kijken hoor. Ik ben hier tot het derde lijntje gegaan. Dit is een flapje wat ik straks nodig heb. En ik heb nu, ga ik aan de lange kant werken. En dan, zeg maar, zet ik hier een stipje op 1 centimeter. Vervolgens ga ik deze schuin van punt naar punt trekken. En dan heb ik hier ook nog even een centimetertje aangetekend. Een stipje gezet. En hier ook. En dan ga ik deze vanaf het puntje recht naar beneden trekken. Ik hoop dat het zo duidelijk is. En dat ik nu wel binnen beeld ben. En dan ga ik straks dit. Ga ik allemaal losknippen. Dus dat ga ik even aan alle kanten even doen. Even kijken. Dus dan zitten we aan de andere kant. Dan ga ik ook weer even kijken. Deze. En deze. En deze. Dan ga ik hier weer, zeg maar, een centimeter afmeten. En hier ook. En ook even aan de onderkant, zodat ik een beetje een rechtlijntje maak. Dan ga ik deze van hoekje naar hoekje schuin. En we gaan recht naar beneden. En dan gaat dit... knippen we er weer uit. Ik hoop dat het zo wel duidelijk is. Weer naar de andere kant. Ik ga hier tot de derde vouwlijn. Teken op de tafel. Moet even kijken, want ik zit nu in het spiegelbeeld te werken. Dus dat is altijd een beetje lastig. Oké, ik wil die bewaren. Die bewaren. En deze. Dan ga ik aan deze kant. Ga ik weer. Op deze eerste reellijn. Ga ik weer een punt zetten. Hier ook een punt. En aan de onderkant ook nog even een punt, dat ik een recht lijntje zet en mijn potlood breekt. Dan ga ik nog even van het hoekje naar het hoekje. En een rechte lijn. En dan ga ik dit gedeelte eruit halen. Dan ga ik dat ook aan de laatste kant doen. Dus weer... drie lijntjes naar boven. Hier naar boven. En hier. Nee. Even kijken. Nou, doe ik hem precies andersom tekenen. Oké. Heel even kijken. Ja, zo moet die. En dan pak ik weer een centimeter op die eerste, die tweede rillijn. Een puntje. Een puntje. En hier aan de onderkant alweer een puntje. Dat is heel raar werken, want mijn potlood... mijn punt is eruit. Geen punten slijpen hier. Want ik zit niet op mijn hobbyplek. Ik
zit tegenwoordig nu boven. We hebben in de slaapkamer hebben we een klein bureautje. En dan zit ik wat rustiger. Oké. Zo. Deze ook even. En ook dit gaat eruit. Nou, dan hoop ik dat dat een beetje duidelijk is voor jullie. Even kijken. En dan gaan we het vervolgens... ik ga even kijken of ik de camera iets kan verplaatsen. Zodat ik... Oké. Vervolgens gaan we dat deel eruit knippen. Dus dit knip je eruit. Deze knip je eruit. En deze. Dan deze. Schuin. En deze knippen we alleen los. Want dit flapje, dat wil ik graag bewaren. Wat je dan doet, is dat je hem nog even, heel klein beetje, dan valt hij strakjes mooier, heel klein beetje, puntje eruit knipt. Dus zoals dit. Dus dit wordt de vorm. Nou, dat doe je uiteraard bij alle vier. Dus deze ook. Drie rijtjes. Hop. Deze. Deze. Ja. Knip je deze weer schuin weg. En deze. Nou, dit is een flapje. Dat willen we graag bewaren. Knip je even zo een klein beetje het hoekje eruit. Oké. En zo ga je met alle vier de kanten. Knip je dat even eruit. Steelt in beeld, hoop ik. Een beetje raar werken. Oké, zo. Nou, heb er geen zin in. Hey, hallo Jannie. Leuk dat je ook even komt kijken. We zijn nog maar net begonnen. Je kan altijd terugkijken. Oké, en de laatste kant. Een rotte. Flapje knip je los. En ook weer even een klein beetje een hoekje eruit. Okay. Goed. Het afval weggooien. Dan krijg je dus dit. Hier heb je dus deze vorm. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is. Nou, en dan gaan we, zeg maar, gaan we daar een fotolijstje van maken. Dus uiteindelijk wordt het zo. Zie je, hier hebben we al het begin van het lijstje. Goed. Dit is de binnenkant, buitenkant. Op de buitenkant gaan we even op. Al deze stroken, buitenste stroken, gaan we even 3 mm tape plakken. Even bijpakken. Had ik daar ook een apart schaartje voor. Want meestal knip ik de tape niet met mijn goede schaartje. Omdat het allemaal zo gaat plakken dan. Maar goed, die zie ik niet. Dus... Dan maar even met de gewone schaar. Je kan het ook scheuren. Maar ik ben niet zo'n scheurder. Oké, goed.
Zo. Zo. Allemaal een leuk mooi tapeje erop. En wat vinden jullie van de herfst? Vinden jullie het een leuk seizoen? Of zijn jullie meer van de kerst? Want ik weet al een hoop mensen die willen liever de herfst overslaan en dat het gelijk kerst is. Ik vind kerst ook een leuk seizoen. Ik vind het alleen zo vreselijk jammer dat we hier in Nederland niet meer echt de vorst krijgen. En dat er geen sneeuw en dat was in onze jeugd dus toch wel een stuk leuker, vond ik persoonlijk. Maar ik vind het hele verhaal met kerst, lekker kerstboom, lichtjes aan, dat vind ik altijd wel heel gezellig. Goed. Nou, even aanwrijven. Ja, Ria. Oh, leuk. Ja. Ja, ik kan er altijd zo van genieten. En ik vind altijd op de kou kan je je kleden. Zo. Nou. Goed. Dan gaan we eerst, hallo Jannie. Leuk dat je ook mee kijkt. Wat ik eerst nu ga doen is, we gaan eerst lange kanten plakken. Wat ik prettig vind is, ik doe gewoon kant voor kant. En wat ik prettig vind is, ik gebruik altijd prikpennetje. Want ja, mijn vingers hebben daar nooit zo zin in om alles eraf te halen. En ik doe ook altijd een beetje lijm erop. Ja, Ria, dat is zo. De herfst is mooi in de natuur. De kleuren zijn mooi. En ik doe er altijd een beetje lijm op. Nou hoop ik maar dat hij het doet. Want ik heb er nog één bij me. Ik laat hem wel eens openstaan. En dan zit hij zo dicht, omdat het een klein tuutje is. Dan moet ik even met de prikpen in. Dat merk ik al. Zo. Kijk wat ik nou doe. Nou jongens. Zou je altijd zien, hè? Ik had nog zoiets toen ik net beneden was. Ik denk van, nou weet je, misschien moet ik even een speldje meenemen. Om hem in geval van nood open te knippen. Ah, daar komt wat. Ik vind het altijd prettig om er een beetje lijm op te doen. Omdat je dan strakjes gewoon nog een beetje kan schuiven met het geheel. Die tape, sticky tape of dubbelzijdig tape. Zit altijd zo snel vast. Ah, Juliette, leuk dat je komt kijken. Oké, dus vervolgens gaan we hem gewoon vouwen. We vouwen hem naar binnen. Oké, dan zit hij vast. Hou hem wel heel even vast. Zo. Kijk, en dan zit hij dus zo. Dan breiden we die kant op. Hier zit hij zo vast. Nou, dat doen we ook met de andere kant. Dus dan gaan we nog weer even het tapeje eraf halen. Beetje lijm erop. Zo. En wat is jullie favoriete lijmsoort? Ik werk erg graag met Nuvo. En dat vind ik gewoon een hele fijne lijm om mee te werken. Maar ik heb ook al verhalen gehoord over Dutch Doobadoo, dat dat heel fijn is. Ja, die shadowboxen zijn ook inderdaad hartstikke leuk, Juliet. En ik vind het dan leuk. Je hebt er ook mallen van en snijmallen en dergelijke. Maar ik vind het dan wel hartstikke leuk om hem gewoon helemaal zelf te maken. Oké, kijk of dat goed gaat hier. Oké, dan zit deze ook vast. Kijk, en vervolgens komt die flapjes, die komen dan hierin. En deze. Ja. Lekker. Wat toch beter is dan andersom kunnen doen, zie ik net.
Ja. En deze komt dan hierin. Ik heb jullie de verkeerde volgorde gezegd. Oh, en hier heb ik hem niet zo netjes afgeknipt, zie ik nu. Dan ga ik nog even bijknippen. Zo. Oké. De volgorde moet dus andersom zijn. Het is al een poosje geleden dat ik hem gemaakt heb. We gaan eerst de korte kanten doen. Sorry. En dan gaan we de lange kanten doen. Nou, ik frummel hem er wel tussen. Dat is niet zo'n probleem. Dus ik ga hetzelfde nog even hier doen. Hop. Het is alweer een poosje geleden dat ik hem gemaakt heb. En zo. Dan doe ik ook een beetje lijm hierop. Op die flapjes. Dan heb ik deze iets even losgemaakt. Zo. En dan zo. Dan vouw ik hem zo ertussen. Hoppakee. Zo. Hoppakee. Zo. Zo. En dan hou ik hem wel heel even vast. Lijm maakt niet zo uit als het maar plakt. Ja. Maar ik vind wel, het moet niet te dun zijn. Maar het moet ook niet te dik zijn, lijm. Want anders dan wordt het ook niks. Dat vind ik ook niet heel prettig werken. Oké, nou, dan hebben we de eerste kant al af. En ik heb deze heel even losgemaakt, zodat ik hem even ertussen kan frummelen. Ja, dat is even niet goed nagedacht van mij. Even kijken. Dus dan die flapjes weer een beetje lijmen. En dan deze weer. Zo. Oké. En dan. Zo. Oké. En dan zit hij. Deze nog even een beetje opplakken. Zo. Goed. Nou, dan heb je je basis dus. Dus even onthouden voor als je hem in elkaar zet. Eerst de korte kanten, dan de lange kanten. Nou, ik doe dat in ieder geval nooit meer verkeerd. Goed. Nou, dan gaan we de verlichting erin maken. En ik heb zo'n leuk lichtsnoertje. Ah, dankjewel Ria. Was niet helemaal perfect. Maar goed, jullie weten in ieder geval nu hoe het niet moet. Oké, zo. Gaan we nog even. Constant even een beetje aan het spelen met het licht. En een beetje weer. Nou, het ziet er dus zo uit. Dus dat halen we even uit elkaar. Super leuke. Leuke lichtjes zijn dat. Er zitten al batterijtjes in. Moet je even deze. Er zit zo'n plastic dingetje in. Die moet je er even uithalen. En als het goed is dan. Tada. Dan doet hij het. Nou, we willen graag. Dat hij aan de achterkant zit, hè, de batterijtjes. Want ja, het is niet leuk als je een wit ding voor zit. Nou, ik heb het lijstje zo gedaan. Maar je zou hem ook natuurlijk nog zo kunnen doen. Is maar net wat je zelf leuk vindt. Maar ook voor vandaag doen we hem zo. Nou, wat we dan gaan doen is dit snoertje. Dat moet door de bodem heen. Ah, ja, Ria en El, dat lukt jullie vast wel. Weet je, het is helemaal niet moeilijk. Je moet even weten hoe het moet. Nou, wat ik ga doen is, dan ga ik hier onderin, ga ik even een gaatje prikken. Want ik wil dat snoertje daar doorheen hebben. Dat maak ik een beetje groter. Dus ik duw die prikpen er echt even doorheen, zodat ik een wat groter gaatje heb. Ik zou er ook even het schaartje in kunnen douwen, dat hij nog wat groter is. Weet je, straks zie je dat toch niet meer. Oké. Nou, en dan tuurlijk Nel, dat lukt je vast wel. Moet geen probleem zijn. Ik heb al zoveel mooie dingen van jou voorbij zien komen. Dat komt allemaal goed. Nou, en dan kan je deze kan je er zo doorheen halen. Ik hou hem heel even brandend. Oh.
Er zit een kink in de kabel. Zo. Ik haal hem heel even brandend, want dan kunnen jullie ook zien wat er gebeurt. Dan trek ik hem helemaal door. Tot eigenlijk dit. He, want dan heb ik hem straks, maak ik dat achterkantje. En daar maak ik een soort pocketje van. En dan kan ik dat zo hier omheen doen en dan valt hij daaronder. Oké. Nou. En dan ga je die lampjes... Graag gedaan, Nel. Nou, het is toch zo. He, ik zie altijd zulke leuke dingen voorbij komen. En ook leuk dat jullie dat samen doen. Volgens mij toch via Skype, Nel, dat jullie dat doen. Nou, dan ga je even kijken naar die lampjes. Want het is een heel groot snoer. Het zijn er een heleboel. Ik ga eerst eens even... In de tussentijd heb ik het lijmpistool aangezet. Want deze lampjes die ga ik even vastmaken met het lijmpistool. Nou, je ziet, ik heb heel veel over. Dus ik ga dat een beetje in elkaar vouwen. En een beetje kijken of ik die lampjes kan verdelen. Nou, die snoertjes, dat is echt super makkelijk. Want dat is een soort ijzerdraad. En kijk, dan zie je ook hier dat die, zie je, een klein beetje loslaat. Wat je kan doen op die hoekjes, is dat je daar nog een heel klein beetje lijm doet. Zo. Ja, nou, dat vind ik echt hartstikke leuk dat jullie dat op die manier doen. En dan heb je toch, kan je toch iets samen doen. Ah, je bent nog met een album bezig, Ria. Ook leuk. Ja, al die albumpjes zijn ook altijd hartstikke leuk. Ik heb er nu natuurlijk met de challenge een album gemaakt. En ja, dat is hartstikke leuk. Ik ben normaliter niet zo van de albums. Want ik doe heel veel in mijn planner, zoals jullie weten. En ja, dat vind ik leuk om bij te houden. Maar goed, een albumpje is zeker niet verkeerd. Zo, dan vouw je hem gewoon een beetje. Je vouwt ze gewoon een beetje in. Maakt op zich niet uit. Hoppakee. Zie je, nou heb ik hier nog wat over. Even dan, als hij maar een beetje uitkomt. Zo. Kijk, zie je. Het komt wel aardig uit op deze manier. Nou, dat wil ik wel even vastzetten. Dat het langs dat randje blijft zitten. Want dat is wel mooi. Nou, dat doe ik dus gewoon... Dat doe ik dus gewoon even met het lijmpistool. En die heb ik hier al, staan. En wat ik dus doe, pas op je handen, want het ding is altijd hartstikke heet. Kijken of jullie het kunnen zien. Ik doe gewoon even een beetje lijm. En dan douw, ja, niet op mijn ding. Ik ben een beetje een knoeipot altijd. Met lijm en dergelijke. Maar goed, gelukkig kan je dat goed weghalen met het lijmpistool. Dus daar ben ik altijd heel blij om. En dan doe ik hier nog gewoon een streepje lijm. En daar duw hem gewoon in. Zo. En dan doe je eigenlijk even het hele randje voor. Als die maar vast zit. Dat is gewoon het belangrijkste. Zo. Oh, heerlijk, Ria, vreubelen zo. Ja, en met z'n tweeën is het toch gezelliger dan alleen, hè? En als je ver weg woont van elkaar, dan is dat de oplossing. Zo. Kijk, al die lijmdingen van dat lijmpistool, dat haal ik straks wel weg. Zo. Laatste. Een hoekje. Zo. In principe zitten de lichtjes er nu in.
is niet moeilijk. Ik haal even. Zie je, doe ik hier ook even. Hier in dat hoekje ook even een klein beetje lijm. Zo. Kan ik hem net even wat. Zit hij net even wat mooier in elkaar. Oké, nou haal ik even al die sliertjes weg van dat lijmpistool. Nog even een beetje duwen. Gewoon iets langer vasthouden. Zo. Oké. Oké. Nou, dan zijn we toch al een aardig stuk op weg, hè? Goed. Nou willen we daar natuurlijk een achtergrondje op maken. Kijk, ik heb hier oranje. Dat oranje dat zit ook gewoon in het pakket. En ik heb daar nog op gestempeld. Maar om die lichtjes wat uit te laten komen, wil je gewoon dat, moet het een klein beetje omhoog liggen. En als je even het lijstje opmeet, hè, het kan altijd verschillend zijn. Dan als je even de lijstje opmeet, bijvoorbeeld deze is 9×11. Dan maak ik een inleg die dus aan alle kanten, die dus in totaal in de lengte en in de breedte 4 mm korter is. Dus dan maak ik deze kant. Maak ik 19 en deze kant snij ik op 10,6. Want dan valt hij er mooi in. Dus even kijken, want ik had hier al een stukje liggen. Of deze er toevallig in past. Nee, die past er niet in, dus die ga ik even, bijsnijden. Dus ik zei 10,6. En dan moet ik wel mijn snijmesje er weer in doen, want anders dan doet hij het niet. 10,6 bij 19,4. En dat is het precies. Dat komt mooi uit. En dat zal je zien. Mijn lijstje. Kijk, dan valt hij er strakjes mooi in. Maar goed, ik wil hem niet helemaal zo op die lichtjes. Ik wil hem iets omhoog hebben. Nou, en dat kan je dus op verschillende manieren doen. Dat kan je dus met die 2 mm grijsboord doen. Want ik schreef van nou, dat is handig om te doen om wat te liften. En dan doe je gewoon, leg je hier gewoon aan de zijkant en in het midden ga je dat vastlijmen. Heb je geen grijsboord, wat ik me kan voorstellen, dan kan je ook werken met foamtape. Nou, dit is foamtape van 1 mm. Nou, ik wil hem graag iets hoger hebben. Dus dan plak je gewoon foamtape erin en dan plak je de twee op elkaar. Dan heb je ook die lift. Heb je dat ook niet, dan kan je ook nog dit gebruiken. Dit is gewoon van een kartonnen doos. En dat is volgens mij ook precies 2 mm. Ja. Nou, dat snij je in stukken. Of één heel groot stuk. En dat leg je dus in het midden. En dan heb je die lift gemaakt. Dus, zal ik jullie even laten zien hoe je dat doet. Ik pak even de grijsboord. Ik doe dat ook even met lijmpistool. Zo, leg hem erin. Achterkant papierblok. Ja, dat zou inderdaad, als dat dik genoeg is, Ria, dan kan je dat ook gebruiken. Maar weet je, je moet ongeveer 2 mm hebben. Want anders dan vallen die lichtjes gewoon weg. En dat zou zonde zijn. Ja, want dan is je werk voor niks geweest. Zo. Kijk, en als je dan,
voordat je de achterkantje erin legt, is het wel handig om, als je wil stempelen of kleuren of wat dan ook, dat je dat even van tevoren doet. Kijk, en als je hem nu inlegt, dan zie je die lichtjes gewoon goed. Dan gaan we deze nog even een beetje naar binnen doen. En dan zijn al die snoertjes, die zijn weg. Dus, goed. Dan ga je verder. Ja, ik wil hem nog bestempelen, dus ik ga hem zeker niet vastmaken. Maar goed, je lijmt hem dan eruit. Je lijmt hem dan gewoon op deze stukken vast. Nou. Vervolgens, zeg maar, ik ga even lichtjes aandoen. Vervolgens gaan we deze aan de achterkant, gaan we even zo'n hoesje maken om hem in te doen. Dan heb je hem ook niet los liggen en dat is wel zo makkelijk. Daar neem je weer een stukje kraftpapier voor. Als je pakket hebt, zit er nog een stuk bij. En dat kraftpapier, daar snij je een stukje van. Nou, ik zal hem even inklappen. Dan snij je een stukje van 6 centimeter bij 6 centimeter. Okay. En dan gaan we rillen aan 3 kanten. Dus aan de 2 zijkanten en de onderkant. Ik haal even mijn mesje er weer uit, want okay. Dan gaan we rillen op 1/2 centimeter en op 1/2 centimeter. En dan doen we ook aan de onderkant 1/2 centimeter en 1/2 centimeter. En de laatste kant 1/2 centimeter. En op 1/2 centimeter. Okay. Dan ga ik dat ook weer even vouwen. Ik werk altijd wel met mijn vouwbeen. Want dan krijg je mooie vouwen. Mooie scherpe vouwen. Dan gaan we deze even opzij. Zo. En dan gaan we daar vervolgens een soort pocket van vouwen. Nou, daar moeten we dan nog even iets voor wegsnijden. Even een voorbeeldje erbij pakken wat ik ook weer weg moet snijden. Oké. Goed. Ik ga er ook weer even tekenen voor jullie. Kijken of mijn punt er nog aan zit. Even kijken hoor. Nou, we gaan even tekenen even de lijntjes voor jullie. Dit, deze. Dit gaan we allemaal wegsnijden. En dat gaan we ook aan deze kant doen. Dus dit gaan we allemaal wegsnijden. Dus dan hou je hier zo'n flapje over. Zo. Oh, wel goed doorknippen. Anders doet hij het niet. Deze tot de lijn. En het flapje eraf. Ook deze doe ik weer even een beetje zo. Heel klein beetje de hoekjes eraf, want dat maakt dat die mooie vouwt. Zo. Ook. Dan krijg je deze vorm.
En vervolgens, als je dit zo vouwt, dan heb je een doosje. Een kleine pocket heb je dan. Oh, deze moet erin. Zo. Kleine pocket. Zie je? Zo doe je dat. Beetje frummelwerk, maar komt goed. Dan gaan we op deze kleine halve centimeter randjes gaan we even tape plakken. Dit soort dingen doe ik eigenlijk altijd. Ik doe heel veel met lijm. Maar dit soort dingen doe ik eigenlijk altijd ook met tape. Omdat het toch dan wat steviger is. Even kijken. Nou, dan pak ik mijn smalletje voor. Dat is mijn 3 mm tape. Deze is nog helemaal vers van de pers. Kijken. Dan doe ik zeg maar aan de zijkanten en de onderkant doe ik even een tapeje. Oké. Op deze flapjes, zeg maar, doe ik straks even, even een beetje lijm. Dus even kijken, ik ga deze even een beetje lijm op doen. Want dan ga ik hem alvast een beetje in vorm brengen. Dit was degene die nog dicht zat. En die andere. Het is toch maar goed dat ik twee flesjes heb meegenomen van beneden. Zo, dan maak ik hier alvast even een beginnetje van het doosje. Want dit is gewoon een beetje een frummelwerk. Om het even goed in elkaar te krijgen. Het even vasthouden. Zo. Oké. Kijk, het lijstje erbij. Kijk, want dan plak ik hem straks, ik weet niet of jullie het kunnen zien, net hieronder, zodat het lichtje er alvast, de batterijen er alvast invallen. Heel even nog vasthouden, want hij zit nog niet helemaal vastgeplakt. Ja, nou zit die denk ik wel redelijk. Dan ga ik even tape eraf halen. Dan plak ik alvast dat onderkantje daar tegenaan. Zo, dan zit die alvast vast. Nou, dan plak ik deze. Iets wat uit. Wat ik ook hier doe is, want ja, ik vind het handig als ik nog een klein beetje kan schuiven, dat ik hier ook een beetje lijm doe. Extra stevig vast, zeg ik dan altijd. Nou, dan pak je die achterkant, dan hou je dat draadje even zo. Oké, en dan plak je hem er zo op. Kijk of hij een klein beetje recht ligt. Dat ligt hij wel. Goed. Heel even vast voor de stevigheid. En dan vervolgens heb je je batterijtjes erin zitten. Ik kan het draadje, kan ook andersom doen. Ik kan het draadje er nog een beetje in doen. Maar goed, in ieder geval zit hij erin. En dan kan je hem heel makkelijk zo aan en uitzetten.
Oké. Nou, dan hebben we nog, wat er ook nog achterop zit, is een standaard. Die zit in het pakket. Je zal er vast ook wel eentje zelf kunnen maken, maar daar heb ik nu niet over nagedacht. Maar dan kan ik altijd nog even voor jullie kijken hoe dat werkt. Nou, dit is die. Die vouw je ook even om. Even kijken. Andersom. Zo. En die plak je er strakjes zo op. Zoek even het midden op. Even kijken. Pak even wat tape op. Zo. Pak ik weer even die 6 mm. Doe ik even hier op het randje. En ook op het andere randje, dat die goed vast zit. Zo. En dan doe ik eigenlijk op zeg maar straks op dit stukje, dat flapje, doe ik alleen even lijm. Dan ga ik heel even kijken wat het, een beetje wat het midden is van deze. Dat die ongeveer wel in balans komt. Nou, dat is 21,7. Dus dat is 10,5. 7, dus ongeveer 3, zeg maar 10,8. Dat die in het begin komt. Oké. Dus ongeveer hier. En dan plak je hem zo strakjes tegen de onderkant. Dan haal ik nog maar even het tapeje eraf. Ik zie helemaal geen commentaren meer. Ik zal eens heel even kijken op mijn tablet of dat wel goed gaat. Oké. Vervolgens doe ik daar ook weer een beetje lijm op. Wat is weer het verkeerde tubetje. Die ga ik nou even wegzetten. En dan smeer ik dat helemaal in. Kijk, die standaard kan je ook helemaal op het laatst plakken als je dat wil. Maar ja, ik vind het handig om het nu al te doen. Want dan kan je strakjes, kan je zeg maar goed, kan het goed zien van wat je erin gaat plakken en als je hem gaat decoreren. Oké, goed. Oké. En dan staat hij. Zoals jullie zien. Ah, Ria, nou geef niks hoor. Maar ik dacht op een gegeven moment van even kijken of mijn commentaren wel meedraaien. Want soms gebeurt dat wel eens met Facebook, dat je het niet meekrijgt. Nou goed, eigenlijk hebben we de basis dan klaar. En dan kunnen jullie naar hartelust decoreren. Ik zal even laten zien, een beetje er doorheen lopen wat ik gedaan heb. Nou, ik heb dus de achtergrond bestempeld. Ik had nog een leuk blaadje en wat stipjes. Dat heb ik met groen gedaan. Maar je kan natuurlijk... dankjewel Nel en Ria. Je kan natuurlijk ook gewoon van alles. Je kan een stukje bomen erop doen, wat je maar wil. Ik heb dan hier heb ik een stukje... in het pakket zit daar ook een stukje van, als het goed is. Dat is van het golfkarton. Nou, daar heb ik gewoon een stukje van afgescheurd. En gekeken van, nou, wat vind ik leuk. Dus dat zit hier op de achtergrond. En dat heb ik een beetje beïnkt met Distress Inkt van Vintage Photo. Nou, vervolgens ben ik een beetje gaan... Dat is bij mij altijd een heel proces. Heb ik eerst even de Tilantia erin gelijmd. Nou, dat heb ik erin gelijmd met het lijmpistool, want dat is gewoon het handigst. En ik heb er later heb ik er nog wat tussen gefrommeld. En ik ben aan de ik denk van, nou, wat vind ik leuk? Nou, ik vond die blaadjes erg leuk. Ik denk van, lijkt wel dwarrelende blaadjes.
Nou, en die heb ik dus gewoon een beetje met 3D foam heb ik gewoon stukjes afgeknipt en heb ik ze vastgeplakt. Nou, deze zit bijvoorbeeld direct weer op dat golfkarton. En deze zit ook met een stukje foam. Nou, vervolgens ben ik gaan opbouwen. Hier zit ook een stukje foamtape achter. Deze bijvoorbeeld, die wou ik wat meer naar voren hebben. En dan heb ik een dubbel stukje foamtape opgeplakt. Dus op elkaar. Je kan ze ook driedubbel plakken. Ja, weet je, dan breng je het wat naar voren. Nou, en toen ben ik gaan kijken. Deze zit een driedubbel stukje op. Alle andere dingetjes. Nou, deze heb ik op het lijstje zelf gelijmd. En deze ook. En hierachter heb ik dan weer een heleboel Tilantia gestopt. Ik hou van Tilantia. En al deze kleine dingetjes, die heb ik gewoon beet gepakt. Aan de onderkant heb ik een beetje met het lijmpistool wat lijm erop gedaan. En die heb ik gewoon in de Tilantia gestoken. Ja, en zo kan je gewoon je eigen compositie maken. En ja, wat ook zo leuk is van, nou, dit is toevallig nou een herfstlijstje. Maar je kan er ook een kerstlijstje van maken. Er zijn hele leuke kerstvellen die je kan uitknippen. Raffia in pakket. Nou, dat kan je ook, daar kan je ook wat mee doen, Nel. Daar kan je ook leuke dingen mee doen. Of ja, je hebt ook van dat... dat is een soort hooiachtig spul. Ik weet niet precies hoe dat heet. Dat kan je ook doen. Dus je kan alle dingen gebruiken. Ah, dank je Ellie. Leuk dat je het leuk vindt, dat je het mooi vindt. En ja, weet je, jullie moeten gewoon je eigen draai eraan geven. Dit is een voorbeeldje. En ja, ik hoop jullie een beetje geïnspireerd te hebben. Ik hoop dat het duidelijk was. Nog even voor de duidelijkheid. Als je het lijstje in elkaar gaat zetten. Eerst de korte kanten. Dan de lange kanten. Ja, en dat ik weet niet of jullie nog vragen hebben aan mij. Of opmerkingen. Of nog willen weten hoe iets in elkaar, hoe je iets in elkaar moet zetten. Laat het even weten. Ah, heel erg graag gedaan, Ria. Superleuk dat je het leuk vond. Ah, graag gedaan, Ria. Nou, dan wens ik jullie nog een prettige avond. En dan ben ik heel benieuwd naar jullie... Ah, Ellie, je hebt de basis al klaar. Oh, geweldig. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar jullie shadowboxen. En hoe ze eruit zien. Plaats ze vooral op de Facebookpagina. En voor nu wens ik jullie een hele prettige avond. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende Hoe To Do.